Alles goed? Vandaag bespreek ik mijn top 10 Transformers Masterpiece momenten van april 2022. Wat viel op? Waar werd ik blij van? Waarvan dacht ik wat te... Kortom, 10 bijzondere momenten. En we beginnen met nummer 10, Raiden. Het team Trainbots, die samen Raiden vormen van Moon Studio. Dat zijn eigenlijk niet echt mijn cup of tea. Ik heb niet bijst te veel op met de Japanse seizoenen van de cartoon. Maar nu ze stuk voor stuk uitkomen, denk ik wel steeds vaker. Dat ziet er goed uit. ...misschien toch maar eens aan een nadere inspectie onderwerpen. Ze zijn trouwens te bestellen via mijn goede vriend Kenneth... ...van Kenneth Transformers op Marktplaats, dus check ze uit. Um, X-Transbots, Constructicons. Op de afgelopen TF-Count is de X-Transbots hun eerste Constructicons... Uh, ...in de vorm van Scrapper. Eerlijk is eerlijk... Veel keuze op Masterpiece gebied is er niet en de verretje van Toy World is wel mooi, maar begint toch aardig gedateerd te raken. De slimme move van X-Transbots om het over deze boeg te gooien. De eerste renders zien in ieder geval veelbelovend uit. Door naar nummer 8 en dat is Blaster. Waar X-Transbots met allerlei aankondigingen strooide, daar bleef... Flame Toys eigenlijk vrij kalm, alleen een blaster werd gere -released, of gereveald en de silhouette van Ultra Magnus werd geteased op de laatste tf -com. En nu kijk ik persoonlijk uit naar een andere blaster, namelijk die van Deformation Space. En as we speak is die van mij onderweg en we gaan die binnenkort snel reviewen op dit kanaal. Door met nummer 7, Flame Toys Tesla 2.0, die heb ik inmiddels wel binnen, de tweede versie van Perceptor. En een review die staat heel binnenkort live en ik kan je alvast verklappen dat dit een hele vette bot is. Niet alleen qua paint en looks en kwaliteit, maar deze is simpelweg een feestje om te transformeren. Dat hebben we ook wel eens anders gezien van, uh, bij Fern's Toys. En met deze release staan ze wat mij betreft echt mijlenver voor op de concurrentie. En nummer 6, een x Transbot throttle ja, ook van deze review werd ik toch wel heel erg blij. Want zoals jullie onderhand weten, kan ik pas slapen als ik de hele G1-line op een Masterpiece-schaal heb. Dus ik ben echt aangenaam verrast dat X-Transbots met de throttlebots gaat komen. Tenminste, ik ga er maar voorzichtig van uit dat als ze er één aankondigen, de rest vast volgt. Uh, nummer 5, dat is ook een Xtrangebots-review. Uh, Scoop, een van de junior Target Masters. En daar ben ik misschien nog wel blij mee. Want als we zelfs dit soort obscure figuren uit het staartje van de G1 Tourline gaan releasen. Wauw! Uh, of is dit alleen maar een simpele retool van die Constructor Scrapper die ze eerder aankondigde? Mm, we gaan het zien, maar hier ben ik heel enthousiast van. En door met nummer 4: uh, de Junior Headmasters van de Autobots. Die kunnen we dankzij Fijns Hobby in ieder geval van mijn verlanglijstje strepen. De afgelopen weken kreeg ik Host en Siren binnen. Nightbeat had ik al, dus nu is dit trio ook compleet. Leuke figuren, super fijn om ze te hebben. Niet van heel erg zware kwaliteit of heel bijzonder mooi of ingenieus. Maar prima genoeg en ik zal ze eh, als het trio binnenkort even samen bespreken op het kanaal. En dan door met nummer drie: een knock-off van Fanstoys. Ja, je kon er eigenlijk op wachten dat iemand toys zou gaan KO'en. Even voor de leek, het gaat dan om een platte kopie van een figuur, ook wel bekend als Bootlegger. Er gaat dus een bedrijfje, de Cyclones van Fanstoys, namaken voor een fractie van het geld dat de Fanstoys-versie kost. Of het er echt van gaat komen, dat weet ik niet, maar Fanstoys is er wel van geschrokken. Tenminste, ineens kondigden ze een aantal re-issues aan en Skullcruncher wordt een week voor de release in prijs verlaagd. Eh, interessant om dit te volgen en hoe dit af gaat lopen. En uh, nummer twee, custom paint jobs. Een van de leukste aspecten aan onze hobby is dat je andere fans leert kennen. Super aardige gasten allemaal, iedereen zit vol mooie verhalen en herinneringen. En uh, ook uh, Edwin, dat is daar een van, die heeft zichzelf bekwaamd in custom paint jobs van Transformers. Wow, dat ziet er even dik uit, hè? Echt heel gaaf als je dit kunt. Binnenkort laten we nog heel veel meer van zijn werk zien, maar ik vond het nu al te vet om niet met jullie te delen. En, en nummer 1, het Blast Effect. Over toffe gasten gesproken. Remco stuurde me dit Blast Effect toe voor Fenstoy Sheridan. Oftewel Masterpiece-verder van Warpath. Dat geeft wel heel veel cash aan dit figuur. Ziet er gaaf uit. Dankjewel maatje. Zo, en dit waren mijn top 10 Transformer Masterpiece momenten voor april. Wat waren die van jou? Laat gerust een reactie achter in de comments. Dankjewel voor het kijken. Tot de volgende keer. En uh, later.